Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of jullie een plaatje hebben bij wat een componist van klassieke muziek, hoe die eruit ziet. Zelf had ik altijd gedacht dat ik soort van lang, krullend grijs haar zou hebben. En dat ze mijn hoofd eraf zouden snijden, zodat het op de piano kon staan. En het feit dat componisten leven, soms leven, is heel erg ongebruikelijk. Normaal is een componist dood, dan ligt zijn muziek gewoon in de muziekwinkel te wachten totdat iemand het koopt en dan uit kan voeren. Het zijn vaak hele beroemde stukken die al eeuwenlang gespeeld worden. Stukken van Mozart, van Beethoven, van Bach enzovoort. Nou, ik was muzikus, muzikant, ik speelde viool en ik wilde heel graag ook componeren. Toen dacht ik van, nou, zou dat ook lukken om als componist mijn brood te verdienen, mee te gaan doen en misschien zelfs een meesterwerk te gaan maken. Zo'n groot orkeststuk wat gewoon verpletterend klinkt en wat nog honderden jaren voor heel veel mensen zal klinken. Dus ik ging schrijven en natuurlijk studeren en oefenen en leren. En uiteindelijk heb ik een aantal keren een orkeststuk gemaakt en ben ik naar orkesten gegaan en gevraagd, nou, zou je dat willen spelen? En het rare was dat ze er vaak helemaal geen zin in hadden. Dat is omdat je als componist zoveel concurrentie hebt. Er zijn alle componisten van alle eeuwen, die zijn in principe nog steeds aan het werk. Die doen allemaal mee in de grote competitieslag om gespeeld te worden door een orkest. En ze hebben heel veel voorsprong op mezelf. Want mensen kennen natuurlijk Beethoven al heel goed, een Mahler heel goed. En ze hebben daar een beeld bij. Het publiek is bereid om daar een kaartje voor te kopen, om daarvoor in de rij te gaan staan. Kortom, als je al 200 jaar dood bent, is dat een groot voordeel als je componist bent. Nou, ik heb soms een stuk bij een orkest weten neer te leggen en dat is ook gespeeld. Dat was natuurlijk te gek, maar vaak bleef het daarbij. Want de volgende keer was er misschien weer een ander iemand aan bod. En natuurlijk alle klassieke stukken die moesten ook gespeeld worden. Dus zelf was het eigenlijk heel erg lastig om als muzikus echt mijn brood te verdienen. Dus ik dacht, ik ga niet wachten totdat een orkest me vraagt, totdat ik de kans krijg. Maar ik ga zelf mijn concerten organiseren. Dus ik begon vrienden te bellen, plekken te zoeken om muziek te maken. En ja, natuurlijk heb je dan niet 1, 2, 3 een orkest bij elkaar. Soms lukt het wel. Dan had ik een sponsor gevonden of een fonds aangeschreven. Of wilden mensen gewoon gratis meedoen. En dan regelde ik een concert. En dat was leerzaam, bijzonder en spannend. En je moest eigenlijk, ik heb echt geleerd om ook een ondernemer te worden. Dus niet alleen maar een kunstenaar die met een mooi idee zit, maar ook een ondernemer die zorgt dat het idee uiteindelijk in de wereld een plekje krijgt. En al heel snel kwam ik erachter dat je natuurlijk niet 1, 2, 3 gewoon een orkest kan regelen, maar lukt het me bijvoorbeeld wel om een fanfare uit een dorp zover te krijgen om mijn stuk te spelen. En in eerste instantie dacht ik van ja, dat zijn natuurlijk geen professionals, dat is waarschijnlijk heel lastig, ze vinden mijn muziek ingewikkeld en of misschien een beetje raar. Maar ze bleken wel een soort van eigen gezellige sfeer mee te nemen en eigenlijk was ik soms heel erg blij verrast wat er ontstond tijdens een concert, als dat fanfareorkest erbij was, als er een koor was geformeerd van allerlei mensen die ik bij elkaar had gezocht, als ik vrienden had die op allerlei drums konden spelen. En er ontstonden eigenlijk concerten die een orkest nooit voor elkaar had kunnen krijgen. En dat was dus min of meer bij toeval dat soms dat soort spektakels allemaal gebeurden. En stond ik soms een beetje aan de zijkant te kijken en denk ik, oh jeetje, wat heb ik op me geweten. Nou, op bepaalde momenten lukt het me ook niet om een concertzaal te boeken, maar had ik een concert georganiseerd ergens midden in een natuurgebied, waar mensen die aan het wandelen waren, soms ineens een paar trompetten achter een struikje tegenkwamen en de tuba die zat 20 meter verder. Ik had een soort landschap gemaakt van geluid. En wat ik niet had verwacht, was dat de vogels en de natuurgeluiden eigenlijk ook een hele belangrijke rol gingen spelen.
Ik had het natuurlijk wel kunnen voorspellen, maar het was eigenlijk voor mij een verrassing. Tijdens mijn stuk kwam er op een gegeven moment een vliegtuigje over. Die maakte precies een toon die mooi paste met de trombone. Die... En toen zei ik snel tegen de mensen van ja, perfect, goede cue, net op tijd. En een paar mensen die geloofden zelfs dat ik het had geregeld, omdat het vliegtuigje zo mooi met de muziek meeging. Dan dacht ik van nou, misschien lukt het me wel vaker om eigenlijk de toevallige omstandigheden een rol te geven bij mijn muziek. En ik ben steeds meer uit gaan proberen om niet alle touwtjes in mijn eigen handen te houden. En zo nu en dan te kijken gewoon van nou, ik probeer iets of ik begin iets, maar er gebeurt ook van alles. Dus er ontstaat ook iets in het moment zelf. Nou, dat is dan niet het meesterwerk wat ik helemaal in een partituur opschrijf van A tot Z, maar het is wel een gebeurtenis wat op dat moment zelf het concert is. Nou, vandaag ben ik hier zonder orkest en ik wil iets heel radicaals proberen. Ik wil kijken of wij met z'n allen een muziekstuk kunnen maken. En ik wil aan jullie vragen, straks, als ik het beginsignaal geef, om een geluid te maken. En dit gaat al aardig. Maar ik geef jullie nog een paar adviezen mee, of een paar aanwijzingen mee. Ik wil graag dat jullie op het moment dat ik zeg start, beginnen met een toon die voor jezelf heel makkelijk klinkt, die heel laag is, heel zacht. Je hoeft niet een aria te zingen, let op. Het gaat om gewoon een klank. En die klank die ontstaat, en de kunst is dat ook als er mensen gaan giechelen, dat je gewoon denkt van, nee, we gaan gewoon een mooie klank maken. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat klinkt. Dus voor mij zijn jullie nu het orkest. En ik ga jullie aanzetten en dan komt er een klank. En die klank, ik ben jullie dirigent, dus let goed op mij en ik ga kijken of ik iets kan sturen. Oké, we proberen het even. Let op. Adem samen in en maak gewoon een hele makkelijke, lage, rustige toon. Oké, dit was test 1. als je je voorstelt dat je hier staat, dan denk je aan de ene kant, oh, dat vonden ze best grappig. Aan de andere kant, ja, dit was natuurlijk ook weer niet een soort van muziek wat misschien zich gaat ontwikkelen tot een meesterwerk. Mijn uitdaging is nu om te kijken hoe we met een aantal instructies toch kunnen kijken dat over een paar minuten we iets hebben gemaakt wat daadwerkelijk muziek is. Of in ieder geval bijzonder geluid. Nou, en dan is de kunst om het gewoon te laten ontstaan, maar om een klank te maken en dan tussendoor te luisteren naar wat er in je omgeving gebeurt. En dan een klank toe te voegen die daar weer op reageert. Dus ik beweer dat zodra je zelf kan luisteren, kan er iets ontstaan wat echt muziek is. En ik beweer echt, en dat geloof ik hoorde net een aantal klanken ontstaan, maar die waren heel snel weer weg. Omdat jullie misschien denken van oké, ik maak een klank en dat was het grapje. Dit keer maak een klank, maar stop daarna. En luister gewoon echt even eerlijk. En denk gewoon even bij jezelf,
ik hoor een heleboel gerommel, maar ik hoor misschien ook ergens muziek. En als je die muziek hoort, probeer die te helpen. Probeer dus met je stem mee te doen met de klank die jij misschien wel interessant vindt. Oké, let op allemaal. We gaan hem nog een keer proberen. En op dit moment komt er een klank, maar hij gaat zich ontwikkelen. En blijf luisteren tussendoor. En laten we alles op alles zetten om te kijken in een paar minuten om iets te maken wat echt bijzonder is. Laten we heel zacht beginnen. Kom er maar bij. Ja? Oké. Volgens mij hebben jullie nog een kleine instructie van mij nodig. En dit wordt de derde keer. Dat wordt de laatste keer. Ik wil jullie vragen allemaal op te staan. Dat is één. Oké. En dit keer, wat heel erg helpt bij luisteren, dat is als je ogen niet je oren in de weg zitten. En ik heb daar zelf heel veel last van. Als ik namelijk naar een concert ga, ben ik vooral bezig om te kijken van wat gebeurt er. En ik wil jullie vragen straks je ogen dicht te doen. En dan te kijken welke klank er ontstaat. Oké. En op een bepaald moment ga ik een aantal rare tikjes en geluidjes toevoegen aan de klank die er ontstaat. Op dat moment kun je je ogen open doen. En dan wil ik vragen of jullie met mij ook tikjes en geluidjes kunnen maken in een ritme. Precies, dat. Maar dat komt dus in tweede instantie. We beginnen eerst met de introductie. En dat zijn gewoon wat vage klanken. En die doen we met onze ogen dicht. Oké, let op. Eerst doodse stilte. En doe nu je ogen dicht en laat de klank maar komen.
dank jullie wel allemaal. Aan mij nu de eer om als componist deze ervaring mee te nemen in de stukken die ik ga schrijven. Want op het moment dat er chaos heerst, als daar ineens de orde uit ontstaat, dan is dat vaak een hele mooie ervaring. En ik had zelfs eventjes zo nu en dan een mooie ervaring toen er soort van langzaam wat patronen ontstonden. En nou, de uitdaging voor mij is natuurlijk nu om te kijken van hoe ga ik in de toekomst stukken maken en wellicht volgende keer hier een aantal muzikanten meebrengen die in dialoog gaan met deze zaal. En op deze manier een muziekstuk creëren die bijna niet in de hand te houden valt, maar waar we iedereen aan mee componeert. Dankjewel voor vanochtend.